scène met de vliegenmember heen en weer gegaan. Oh, dat raam staat nog open. Vandaar dat er allemaal muggen zijn. Oh, jezus. Oh, jezus. De kamer zit vol met muggen hier. Nee, hier niet. Respect, hoor. Hoe groeit deze boom hier? Heb je... Oh nee, laat maar. Oh nee, laat maar. Die is groen. Oh ja, heb je een sapling voor me? Blijf van boven, kut! Hoe de fuck kom ik hier ooit op? Vieze hoerhond. Kom er toch niet op? ik zit vast, what the fuck? Je hebt hem eentje te laag geplaatst. Laat mij maar even. Ja, moet je mij even hier tegen, tegen dit spel aan? Ja. Ook. Mag nu een sapling? Doe er nog één. Hier. Het is een dubbele protectie. Dat is toch super handig, kijk dan. Ja, nee. Wauw. Wel als we zo staan, dat is wel mooi. Ja, super. Mag nu een sapling? Ja, eentje dan. Huh? Oh, ik heb er twee gedaan. Oh. Ben je toch te goed voor je. Ik zal even vanavond eens even extra goed voor wennen. Wil je te trakteren op een lekker pilsje? Nice. Nee, doe hem ook wel even. Nee, ik zie vanavond helemaal niet meer. Het is nog maar 40 minuten avond. Ja, want dan is het morgen, hè? Ja, dan is het morgen. Precies. Dat zijn wel ongelooflijk leuk. Jezus. Jezus man, wat zijn we zielig. Waarom spelen we dit spel nog? Ja. Ik vind hem niet leuk meer. Als jullie nog iets leuks weten om te doen, eigenlijk wil ik eigenlijk nog wel een keer met jullie allemaal spelen. Gewoon een keer omdat het kan. Misschien een beetje... Oh ja, zodat het server lekker kan crashen. Ja, precies. Dat is de vorige keer echt super. Ja. Dus als jullie, een van jullie echt een server heeft, niet gewoon een Hamachi server. Of gewoon super snel internet en een super goede computer en dat soort dingen. Dan stuur me dan een berichtje. Naar Just Rock Outs. Je krijgt een massage van Matthijs dan. Als vergoeding. Oh, ja. Niet zomaar eentje. Happy ending. Gegarandeerd. Ja? Ja. Ik zat meer te denken aan... Oh, oké. Okay. Kan je die eens proberen? Nee, dat lukt niet, sorry. Probeer er een beetje de emotie achter te zetten als van een vrouw die met haar kinderen boodschappen ging doen. En er dan achter komt dat haar oom is vreemd gegaan met haar man. Is dat meer ja. Wat je wilde? Ik zoek die emotie. Probeer het nog eens. Toets 1, probeer het nog eens. Toets 2. Mooi, we zijn hier niet om grapjes te maken. Oh. Serieus programma. Subscribers verwachten wat van je. Wat is dit voor een lachelijke enorme boom trouwens? Ja, zullen we hem ommaken? Holy shit, zijn hier nou twee bomen tegelijk naast elkaar gegroeid ofzo? What the fuck? Zullen we ze aan elkaar doen trouwens? Ik vind het best een leuke boom. Ja, ik ook wel. Zullen we gewoon twee bomen naast elkaar. Vet. Zetten we hier tussen ook nog even allemaal bomen. Ja. Cool. Oké. Ik heb het mooiste harnas van iedereen. Ik heb nog twee leefjes. Heb je nog voedsel? Ik heb nog 3 porkchops en die mag je wel. Porkchops, dank je. Porkchop. 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 Ik pak eerst even dit hout. Porkchop. Zing je nou zelf op mijn pietje over porkchops? Ja, en over dat ik nog even dit hout pak. Oh ja, sorry man. Koffie is lekker. Maar bier. Ik heb het nu niet. Bier for you. Ik heb nog steeds niet op. Hoe kan dat? Bier bessen. Oh, je hebt een boon! Ik heb een boon. Oh yeah! Ik heb een boon ervan gemaakt. Oh yeah! Ik dacht even dat ik reclame doe van.
Mag je dan nog wel partnership krijgen? Nee, maar doen we gewoon postal goud. Oh ja. Postgoud. Dan censureer ik nu wel even uit. Je mag niet één keer gewoon de naam van een bedrijf noemen? Nee. Als ik nu... Dan met dit filmpje nou is, zeg maar, verwijderd als we dan ook echt een partnership krijgen. Oh. Nou ja, postgoud. Dat mag. Ja, postgoud. We moeten nog een keer een reclame voor maken in Minecraft. Doen we. Hebben we ook een keer geprobeerd, maar toen... Ja. En toen we hadden het zelfs gedaan, maar toen faalde er iets. Ja, wat was mijn geluid faalde. Ik was aan het renderen toen en toen nam het geluid in één keer ook van dat ding op ofzo. Het sloeg helemaal nergens op, maar goed, techniek. Ik probeer een kippie in huis te krijgen, maar die eieren gaan steeds kapot. Waarom heb je een iron doorgespawnd? Oh ja, ik heb niet gespawnd trouwens, hij zat ook in die kist. Maar als je een ei gooit, dan krijg je een kip dus. Soms. Soms. Vind je die mooi trouwens? Ik heb een kunstwerk gemaakt. Met een iron door en... Leek iets te gebeuren, maar nee, toch niet. Vind je het niet mooi? Ja, dit is echt kunst. Dank je. Ik vind het echt mooi. Wat is er mis met deze wereld? Je maakt het kapot. Je hebt mijn kunstwerk kapot gemaakt. Ja. Ik heb geen respect voor jou en mijn... En... Artistieke waardes. Zeg dat nog eens. Artistieke waardes. Oh. Klinkt heet. Zeg het nog eens. Niemand zal ooit weten komen wat achter die deur zit, behalve als we hier achter gaan kijken. Goedenavond. Tijd. Tot morgen. Dat is de vader van het huis. Dat is mijn vader. Precies, dat zei ik net. Die moet goede nacht van mensen en Matthijsje noemde. Moet je ook een keer Matthijsje noemen? Nee, Thijsje. Hij is niet meer symmetrisch, maar goed. Boeien. Slapen, zullen we slapen? Kapot maken, jongen! Mag ik niet kapot maken? Mag jou niet. Ik kan niet slapen, oh jawel. Liefbed, hi. Liefbed, vlak voor dat. Oh, jezus. Een slaapkring. Niet bad, ha! Oh, we zijn leuk. Oh, ja. Zie, jij kan je tenminste nog strippen. Ik heb alles al uit. Ik heb alles al uit. Wacht, wacht, wacht. Verlicht in de duisternis. Oh yeah. Something wasn't right. Oh meat. Oh, oh yeah. Oh, maar die laarzen moet ik juist even aanhouden. Ja, want daar wil je wel echt mee in bed liggen, in dit schepsel. Met dit schepsel wil je wel in bed liggen. Ik ben ook slijmerig, hè? Want ik ben de octopus koning, ik ben gewoon slijmerig ook en ik ben echt baas. Ik heb trouwens echt respect voor degene die deze skin heeft gemaakt. En wat de fuck, er zijn hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 schapen beneden. En een creeper. Ik zie hem. En een creeper. Oh ja, je hebt, nou, dat is een kutse. Hé, ik ga even die creeper aaien. Wat doen? Ik mag hem. Ik mag hem graag. Mission Impossible. Oh, dat is ook een copyright. Godverdomme, waarom is alles gecopyright dat ik zeg? Creeper. Komt-ie aan. Ik lure hem. Komt-ie. Oh shit. Jij rent ook deze kant op. En maar... Hij is achter ons. Oh, ik dacht dat iemand glitcher was. Glitcher? Ik sla hem even. Ja, er gebeurt niks. Ik kan hem niet slaan. Je slaat ook de lucht. Hij staat achter je! Creeper! Ga weg. Oh, glitch. Ja. Walk glitcher. Boom! Hij staat ijzer. Een skeleton beneden. What the fuck? Jij lijkt hem gewoon hard, volgens mij. Je lijkt hem gewoon hard, joh. Maar ik heb anders wel ijzer gevonden. Hij schiet op mij. Ik schiet oh god! Ik schiet een ei op hem. Hit.
Oh, hij deed een jump shot. Of zoiets, ik weet niet. Ik speel geen Call of Duty. Ja, leuk, nu mag ik hem in elkaar gaan slaan, hè? Ja. Ja. Heb je allemaal staf gepakt? Krenk. Ja. Oh, het ligt hier. Ben je dood? Ah, je bent dood. Heb je bones? Ik. I don't know. Ik ga in die. Wacht, ik stop alles even in de chest. En dan ga ik in die, naar die coole grot of zo, waar we toen random zijn ingevallen. Heb je al een iron pickaxe? Nee. Waar is de... Heb je een workbench? Ja. Waar kan ik die vinden?